Juncker, das Wort hat jetzt für die NF-Fraktion Herr De Graaf. Voorzitter, op 23 juni 2016 was een historische dag. Een fantastische dag in de geschiedenis van Europa. De bevrijding van Europa is begonnen. Het Verenigd Koninkrijk viert feest. De EU, de Evil Union, verliest een belangrijke lidstaat. Het is het begin van het einde van dit mislukte project. Deze Unie speelt vuil spel met de kiezers. Een zichzelf verrijkende elite bestuurt deze Unie ten koste van de volken van Europa. De uitspraak van het Britse volk zegt dat de soevereiniteit terug moet naar de lidstaten. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar in heel de EU willen de kiezers hun soevereiniteit terug. Het proces van ontmanteling van deze Evil Union moet zo snel mogelijk beginnen. Dus onmiddellijk stoppen met verdere politieke, economische, financiële integratie van de EU, onmiddellijk herstel van de nationale grenzen. Het Verenigd Koninkrijk is en wordt baas over eigen geld, eigen grenzen en eigen wetten. En nu eisen we de bevrijding van de overige lidstaten, van Nederland, Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, van alle geknechte volken van Europa. En de heer Juncker zeg ik, stap op. Hij mislukte in het binnenhouden van het Verenigd Koninkrijk en hij mislukte in het terugdringen van de EU-regelgeving zoals was afgesproken. Juncker, stap op met de rest van je commissie. Een nieuwe commissie moet deze Evil Union op een ordelijke manier ontmantelen. Dat woord had jetzt voor de EFDD-fractie nog eenmaal Herr Farage. The London stock market's rallying strongly this morning. It is now 12% up since its February lows. Sterling is weak. But then it started declining from July 2014, and the Prime Ministers of Australia and New Zealand are now vying for who can be the